Als er een woord is wat goed bij mij past, is gul en gulzig. Maar ook enthousiasme. Ik kan echt heel erg enthousiast over iets zijn. En toen dacht ik in mijn zakelijk leven, maar ook in mijn privéleven, dacht ik, wat is nou enthousiasme? En de kern voor mij van enthousiasme is dat enthousiasme niet de wens heeft om te overtuigen. En dat is daardoor anders als bijvoorbeeld een salesgesprek of dat je een verkoopgesprek ziet of iemand wil betrekken bij iets wat dat je zegt, je moet het doen. En enthousiasme komt zo van binnenuit. Ik merk ook als ik echt enthousiast over iets ben, dan voel ik dat ik een soort in je lijf ook, dan is het zo fijn als je dat over kan brengen. En dan, je ziet het ook aan mensen, aan hun ogen zie je vaak als ze enthousiast zijn, of hoe ze lopen, of hoe je een hand geeft. En toen dacht ik, als mensen meer of langer of vaker na kunnen denken of voelen wat hun enthousiasme geeft, dan bereik je altijd anderen ook enthousiast worden. Dus ik ben wel niet helemaal duidelijk. Over dat niet willen overtuigen, daar zit het ernaar. Want dan geef je toch anderen de vrijheid om er niet mee eens te zijn of om er wel iets van te vinden. Want het vindt niet erg of jij het wel of niet goed vindt. Of jij er wel of niet iets mee kan. Ik zou het leuk vinden als jij met me meegaat, maar dat is niet de eerste reden. En dat is kern van mijn succes, denk ik, of van de dingen die ik over het algemeen, naast de dingen die ik natuurlijk minder goed resultaat heeft gehad, die ik ook gehad. Maar het succes zit hem vooral in dat stuk, dat ik op die manier naar het leven kijk. En als het gaat over enthousiasme, dan kan ik heel enthousiast zijn over de doelen. En als ik dat niet haal, gaan mensen daar zijn er verdrietig en teleurgesteld over. Ik ook. Ik ben dan ook teleurgesteld, maar dan denk ik, wacht even. Nu vlieg ik niet de hele wereld rond, want de miljoenstenen zijn bijvoorbeeld niet aangeslagen in Duitsland. En nou, jammer, want dat was wel mijn intentie. Maar ik kan toch heel goed die doelen opnieuw bezien. En dan heel blij zijn met wat ik wel heb. Dus dat is ook fijn voor mensen om te beseffen dat je elke dag weer het oké is. De doelen zijn er voor mijn gevoel juist om aangepast te worden. Dus dat je je vrij mag voelen dat als iets niet gelukt is zoals je het had willen doen, dat ik dan alle andere mooie kanten zie die er wel zijn. Nou, en daar ben ik dan heel gelukkig mee. En dat geeft, ik voel me dus eigenlijk nooit, ik vind ook nooit dat ik echt een hele grote mislukking heb gehad. Dan denk ik, top, er zitten heel veel voordelen en mooie kanten aan.